Oké, in een vorige screencast heb ik laten zien hoe je een Twitter stream kunt aanmaken. In deze screencast wil ik laten zien hoe je hem kunt embedden in PowerPoint. Hoe doe je dat? Nou, daarvoor heb je een plugin nodig en die kun je vinden als je bij Google zoekt op Live Web of Live Web PowerPoint. Waarschijnlijk is het de eerste hit die je krijgt, Live Web. Insert and update webpages real-time in PowerPoint. Nou, als je naar die pagina gaat, dan wordt je daar een gratis plugin aangeboden voor de oude versies van PowerPoint, maar ook voor 2017 en 13 enzovoort. Die moet je downloaden en opslaan en installeren. En als je dat gedaan hebt, dan krijg je in PowerPoint in het tabblad invoegen een paar nieuwe knoppen erbij en dat zijn deze knoppen: Webpage en Editpage Property. En met behulp van die knoppen kun je een live internetpagina embedden in een PowerPoint-pagina. Nou, hoe gaat dat nu in zijn werk? In een vorige screencast heb ik laten zien dat ik een lokaal HTML-bestand gemaakt heb. Dat heb ik tweets genoemd. En die heb ik geplaatst in de directory presentaties. En voor alle duidelijkheid, dat zag er zo uit. Ik heb er wat dingen aan veranderd, zoals de hoogte en de breedte. Ik heb ervoor gezorgd dat er geen scrollbar is. Dat er geen borders, geen randen zijn. Dat de footer ontbreekt en dat de header ook niet wordt weergegeven. En die aanpassingen in de code, waarbij ik deze instructie gevolgd heb, die door Twitter zelf wordt gegeven, die hebben geresulteerd in een Twitter-widget die er zo uitziet. En deze Twitter-widget, die wil ik nu in PowerPoint embedden. Nou, dan gaat het dus om dit bestand. Dat kopieer ik alvast. Ik ga naar PowerPoint en ik klik nu op Webpage. Dan krijg ik een dialoogvenster. Ik klik op volgende en hier vul ik nu het pad in naar die webpagina. In dit geval dus een lokale pagina, maar uiteraard zou dat ook een live internetpagina kunnen zijn van Today's Meet, van Twitter, van je website, noem maar op. Ik klik op Add en ik ga naar Next. Yes, refresh the page. Ja, vind ik prima. Dit kan ik ook wel aanvinken. En ik klik weer op Next. Nou, dan zegt hij hoe groot wil je hem hebben? 90%. Nou, ik ga dat zo veranderen, maar ik klik nu gewoon op Next. En als ik dat doe en ik klik op Finish, dan zegt LiveWeb de add-in, de pagina is toegevoegd. En die ziet er nu zo uit. Maar zo wil ik hem niet hebben, want ik wil hem eigenlijk in de kantlijn hebben van mijn gewone presentatie. Dus ik schuif nu dat venster zo en dan ga ik kijken hoe het uitpakt. Dus ik klik op vanaf huidige dia en wat zie ik nu? Hier wordt de Twitter stream al weergegeven. Maar hij is nog niet helemaal zoals ik hem hebben wil. Dus ga ik terug naar mijn pagina. Dit kan ik wel weghalen. Kijk, hier staat nu die widget. Al zie je hem niet heel erg duidelijk. Ik weet dat hij er is. Ik heb hem nu ietsje groter gemaakt. En ik probeer het opnieuw vanaf de huidige pagina. En kijk, daar worden mijn tweets keurig weergegeven. Nou, zo kun je spelen met de instellingen totdat je tevreden bent. Voor alle duidelijkheid, dit werkt het mooist wanneer je een presentatie geeft op een breed beeldscherm. En oh, wat zie ik toch vaak dat mensen een presentatie geven op een breed beeldscherm terwijl ze hun PowerPoint op 4x3 hebben staan. Voor alle duidelijkheid. Mensen, tegenwoordig is de standaard eigenlijk 16x9. Dus ga naar ontwerpen, ga naar pagina-instelling en kies voordat je begint met een presentatie te maken voor 16x9.
dan krijg je een mooie brede verhouding zoals je hier ziet. En heb je daardoor ook meer ruimte voor bijvoorbeeld de Twitter-weergave, zoals ik dat hier gedaan heb. Nou, ben je aan het presenteren en de tweets komen binnen en wil je een bepaalde tweet eruit lichten, dan kun je er gewoon op klikken en dan zal die pagina weergegeven worden, zoals je ziet. Ja, ik zit even te vogelen met mijn schermen. Vind je wat je hier ziet nu te klein, dat kan ook nog, dan klik je gewoon op Ctrl Plus en krijg je alles groter te zien binnen je PowerPoint presentatie, dus terwijl je aan het presenteren bent. Nou, dit is natuurlijk een hele mooie functionaliteit en ik ben benieuwd hoe vaak dit gaat tegenkomen. Veel succes ermee!